Dagelijks HD. Yo mensen, mijn naam is Mattie en dit is aflevering 36 van FIFA Fridays. Jouw wekelijkse portie onzin op je beeldscherm. En aan het begin van deze aflevering. Tactical nuke incoming! Oh, 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 is dat zo? Headshot. Ja, en toen was immers dood. Dus dan kopen we Wesley, de Wesley. Dat kwam niet echt lekker uit de verf. Wesley Sneijder, de man die het een en ander kan. En daarom is dit nu ons team. Maar Matty, waarom speelt Mitchell tevreden nog steeds? Je was toch niet echt tevreden met hem? Hou je bek, had ik niet gezegd dat hij één goal moest maken voordat ik hem ga vervangen. En voor die tijd neem ik geen afscheid van hem. En dit is mijn volgende tegenstander, zijn team, het Mister. Geef mij maar een lekkere portie vogelpoep in mijn bakkes. Ah, vriend, vogelpoep is niet lekker. Onthoud dat, jongens en meisjes. Onthoud dat. Onthoud dat goed. En Mister, ik zat bijna bij Ajax, maar uiteindelijk heb ik er toch net niet voor gekozen. En daarom hebben we maar voor Nicky Teamling moeten kiezen. Ja, het eerste de beste corner sta ik 1-0 voor. En dat is altijd lekker meegenomen, aangezien het best wel simpele goals zijn. Maar ja, je knippert een keer met je ogen en je staat 1-1 en dan, ja, hè. Potverdorie. Maar diepe bal op Elia. Elia neemt die al fantastisch aan. Elia schiet die bal erin. We zijn bijna bij het einde van de wedstrijd. Kans voor Sneijder. Sneijder schiet hem erin. Oh shit, die ging mis. Oeh, deze wedstrijd blijft om te spannen. Helaas, het was net buitenspel. Balletje diep op Eto'o. Neemt hem aan. Nee, nee, nee. Hij mist hem. Verhoeven neemt die bal uit. Niks aan de hand. Er kan niks mee gebeuren. Laatste minuut is ingegaan en is voorbij. Kopballetje wordt nog gewonnen, maar buitenspel voor hem. En buitenspel? Dat was geen buitenspel. Dat is nou het gevaar van een spel dat de linksback niet goed in programmeert. Waardoor hij niet meeloopt, zoals je hier op de radar kunt zien. En waardoor je bijna nog door je kont genaaid wordt in de 90ste minuut. Om dat maar even plat te zeggen, hè. Maar gelukkig, gelukkig, gelukkig zijn de punten binnen. Ja joh. En 2 verlies, 1 gelijk, 2 winst. Ja, is niet goed. Maar we gaan het recht proberen te zetten. En dat gaan we weer doen met dit team. Maar Matty, waarom speel je nou nog steeds met dit shot tevreden? Want hij heeft weer niks laten zien. Hey, ik had gezegd dat hij eerst moest scoren voordat ik hem ging vervangen. En dat ik alles in eigen hand heb. En dit is mijn volgende tegenstanders team. What the fuck heeft hij? Martin Demichelis. We hebben eerder deze week kunnen zien dat hij een verse chick heeft. Dus dat wordt uitkijken. Maar deze wedstrijd was zo easy. Want die is Roy Bierens en die gaat de 1-0 maken. En dan is hij Roy Bierens weer door. En dan tikt hij hem op Elia. En Elia gaat die bal uiteindelijk maken. Dan sta je 2-0 voor. Dan heeft Mitchell tevreden nog niet gescoord. Maar je weet, spitsen krijgen altijd hun kansen. Kansen die ze toch wel benutten. Omdat ze het in zich hebben. Wacht op die kans. Hij zou komen. Elia met de voorzet. En de goal van Mitchell. Mitcheltje, kom maar even wisselen, jongen. Nee, 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 niet wisselen. Die regel staat, eerst een goal. En ik ga je zeggen, die goal gaat komen ook. Sneijder is door, Sneijder geeft voor. Dat ruimt. Mitchell tevreden. Ha, 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 ha. Au. Was Koppen trouwens niet de enige stat die hij nog 70 had? Tegenover alle 50'ers op zijn kaartje. Laten we het dan maar gewoon over de grond proberen. Tevreden, op ver, op tevreden. Tevreden met de... Matty, je hebt officieel gefaald in het leven. Misser. En dan trapt hij af voor de tweede helft. Maar hij is AFK. Is dit dan je kans? Mitchell tevreden. Pak die bal, pak die bal. Dat had ook wel wat sneller gekund. Oh, kom eens op, man. Maar hij gaat door en hij gaat eindelijk zijn goaltje maken. Zijn is... Nou, ja, als je er zo weinig van kan, dan moet je meer voeten gespeeld krijgen voordat je die goal uiteindelijk gaat maken. En die maakt hij uiteindelijk ook. En ja, hè? En dan is hij los ook, want hier is hij nog een keer met de levensgrote kans die hij af gaat maken. En dan heb ik nog maar één ding te doen. En dat is afscheid nemen van Mitchell tevreden. Maar niet voordat Leroy Ver op magische wijze een goaltje meepikt. Maar niet alleen zijn goals en zijn acties zijn magisch. Ook hij blijkt een paranormale gave te hebben. Voordat je het weet, ligt de 5-1 dan in mijn netje. Maar voordat je het weet, is ook de 5-1 binnen. Die punten zijn dan ook binnen, hè. En Mitchell tevreden mag weer plaatsnemen op de bank. Bedankt voor alle geweldige acties
leuke tijden samen. 4000 coins was je dubbel en dwars waard. Maar, jongeman, je bent gewoon fucking slecht. Maar hey, dit was de video weer. Wow, de tijd vliegt als je het naar je zin hebt, hè. Met z'n samen, met z'n allen hier. Bedankt voor het kijken. Een blauw duimpje zou fucking vet zijn. De levensles van vandaag is natuurlijk... Eet nooit vogelpoep, want dat is niet lekker, gewoon. En ik zie jullie volgende week weer. Love you all. No homo. Doei. Juichen!